kap. Heb je al koffie? Ja, ik heb cola. Lekker. Doe gewoon in. Ik ben altijd met haar mee geweest naar het ziekenhuis, de onderzoeken, ja, noem maar op. En we hebben haar tot het eind kunnen verzorgen. En ook mijn kinderen zijn daarin meegegaan en mijn man. Want eigenlijk doe je het met het hele gezin. Hè? Wij zijn in 2000 bij mijn ouders gaan wonen. Mijn ouders hebben toen natuurlijk opgepast. Ja, en ik was blij dat ik dat terug kon doen. Ik heb 4 jaar geleden een longoperatie gehad, halve long eraf. Ik doe nog heel veel zelf. Ik ben altijd bezig met de kipjes en andere dingen. Ik word goed verzorgd door mijn dochter en man en kinderen. Dus beter kan ik het eigenlijk niet wensen. Soms frustreert wel eens wat. En dat zal mijn vader ook zo hebben. Je hebt natuurlijk af en toe je strubbelingen. En dat mag ook, dat is helemaal niet erg. Ja, het gebeurt wel eens dat ik denk, wat doe je nou weer? Maar ze heeft net stof gezogen. En een uur later komt ze weer met de stofzuiger. Vindt u allemaal een beetje overdreven soms? Ja, in mijn oren wel.